dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Nou, jullie weten het, Slagharen is echt over en uit. Zeker. We gaan nou weer gewoon het gewone leven. En we gaan voor de laatste keer naar Feyenoord. Zeker. Feyenoord tegen Sparta. Laatste thuiswedstrijd. Speelronde 33. Volgende week is de laatste competitiewedstrijd dus uit. Dus dan hoeven we niet de deur uit. En we gaan nu naar... Dan gaan we weer naar boven, hè jongens. Ja, ik moet ook die piep hebben. Piep, zie je wel, piep. Een mooie piep, piep. Nou, ben benieuwd wat het vanavond gaat worden. Vandaag gaat worden. Ik hoop wel. Het is een beetje nat. Het regent een beetje erg. Maar... Ja, we gaan er toch weer een leuke middag van maken. We hopen dat Feyenoord weer wint. Ja, precies. We hopen op een... En vandaag kan FC Twente degraderen. Dus dat zou ook wel mooi wezen. Ja, precies. Ik heb een hekel aan Twente. Ja, dat wel weer. We hopen op een paar mooie punten. Dan hebben we sowieso... Dus we gaan het allemaal wel zien. Wat het vandaag allemaal gaat worden. Ja. We gaan even op de metro wachten. Rook is niet toegestaan, joh. Doe die peuk uit. Nou, laten we nog even wachten op de metro. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zijn er weer. Was weer lekker druk in de tram. Hier hebben we trouwens een spelersbus van die Spartanen. Daar heb je zo, die bus hoor. Die Nep-Rotterdammers. Nep-Rotterdammers. Het is mijn club, dat is Feyenoord, hè? Ja, precies. Dat is wel de echte Rotterdamse club, hè? De echte Feyenoord. Nou, het is weer lekker druk ook bij de ingang, volgens mij. Ja, dat is ook wel aardig druk. Ja, dat is inderdaad niet. En het regent. Het is echt... Het is geen lekker weer hier op dit moment. Het is bagger weer. Ja, hè, bagger. Hè, bagger. Dus, nou, dit is de ingang. Lekker druk. Ja, dat is niet niks meer. Oh my god. Wat een drukte. Dus we gaan naar binnen toe en dan spreken we jullie dadelijk weer. Of heb je nog wat te zeggen, Ramon? Wat denk je wat het standwoord trouwens? Uitslag. Ik hoop maximaal een 5-0. 4-5-0. 5-0. Oké. 5-0 maximaal en 4-0 minimaal. Oké. Zoiets hoop ik nou. Doei punt, of heb je nog wat te zeggen? In ieder geval nog een fijne dag en we zien jullie later. Yo, later.
Vitesse Twente. Vitesse spelen uit. Ja, dat heb je ook niet. Ja. Dat is ook klaar, jongens. Toch niet? Maar Vitesse in Arnhem is moeilijk, hoor. Maar Vitesse heeft de punten gehouden, hoor. Voor de play-offs. Play-offs, ja. Dat zou je nog niet wezen. Een mooie actie, ja. Moet ik ook zeggen dat het een grote actie is. Ik schoon me op het moment, hè, die jongens zijn laten halen. Oh ja, van 15 euro mee. Ja,
weer te kijken. Zakken. Godverdomme man. Ongelooflijk hè. Ja,
5-0 wordt het niet meer. Nee, ik denk het ook niet echt. Ik denk misschien minimaal maximaal misschien. 2-1, 3-1. Ja, een beetje zoiets. Ik denk dat toch een beetje minimaal gaat worden, denk ik. Misschien. En voor van de eerste helft. Kut. Ja, het is toen echt een beetje kut inderdaad. Maar gelukkig hebben we het ook. Gelukkig hebben we nog 1-1 gemaakt, maar ja, dat was ook maar met geluk. Maar ja, we moeten wel het goede maken, hè. Ja, het was echt slecht in de eerste helft. We hopen dat het de tweede helft wel beter wordt, want het was echt slecht. En Twente staan met 1-0 achter. Dus als deze stand zo blijft, dan is Twente gedegradeerd. Ja, niks aan verloren. Nee, precies. Eigenlijk mag ik nog eens aan iedereen tegen maar... Dus jij voorspelt 3-1, 2-1, 3-1. Ja, wat voorspel jij? Ik ga voor de zekerheid voor een 3-1. Nou, 3-1, oké. Okay. Als het er niet wordt, dan heb ik pech. Ja, dan heb je pech gehad. Dat houdt het op. Als... Nou, dan zeg ik 2-1. Ja, oké, mag ook nog. Dan zeg ik 2-1 voor Feyenoord. Ja, we niet nou, tot zo, tot de tweede helft. Doei! Maar dat de fouten.
club van Rotterdam. Wie is nou de club? Wie is nou de club? Kopje op, die zit, dat is altijd goed, de kale kop. Hey, hooligan! Degradeert. Thank you.
Zoals dat is altijd een bepaalde naam, maar die vroeger een beetje lijken op Los Santos. Nee, Ramon, je bent geen GTA aan het spelen. Nee, dat niet. Dat ook niet. Schijn nou eens een beetje GTA. GTA verslaafd, hè? Nee, dat mag vanavond. Oh nee, dat ben ik al, hè? Ja, vanavond mag het weer, hè? Vanavond weer, hè? Ja, dat is mooi, hè? Dat is niet gek, hè? Heel vind ervan. Tot nu toe gaat het. En je ziet het wel lekker, zoals ik het nu toe, maar alleen af en toe een beetje rommelig, maar ja. Als het ook wel lekker. En nog GTA vanavond? Ja, dat was wel de bedoeling dat het wel even de terugspeler weer van vanavond. Dat het even weer dat iets weer functie. Dat is weer even weer.
En weer inhouden en weer... Het is net wat nummers als je zo kunt kopen. Je moet er een beetje te doen waar je van bent. Dan het volgende. Naar huis. Ja. Ja, misschien vanwege die panelen dat is, denk ik. Ja, we gaan allemaal naar huis, ja, we gaan naar huis. Ja, kijk, want het is wel even... Kijk, we gaan naar huis. Ze hebben er geen zin meer in. Ik bedoel, we gaan een paar minuten er even afwassen, dat is nog niet opgedaan. Ze hebben geen zin meer, ze gaan naar huis. Ja. Goed. Dadelijk ga je nog 3-2, hoor. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer.
En dan wordt dat een flesje bezig. Dat flesje. Ja, fluit even af. Fluit even af door die vingers heen. Dat is zo bezig. Ja, fluit even af. Nee, harder. Nee. Nee. Drie tonen achter elkaar. Ja. Dat was de. Als je er boven hangen. Ja, precies. Trap gelijk een deuk in die auto. Ja, gelijk boem zo. Nou, dat was de wedstrijd. Jongens, de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, precies. Ramon, wat vond jij van het seizoen? Ik vond het weer. Het was wel gezellig, maar heel hoop wedstrijden slecht gespeeld. Ja, dat wel, ja. Dus ja, wel jammer. Het was even inderdaad niet niks. Maar... Nou, Twente 5-0 verloren, dus die zijn gelijk gedegradeerd. En we gaan nu onderweg naar huis. Het is weer lekker druk. We gaan even door die auto's, langs die auto's hoor, want schotverdorie, echt druk hier. Oh. Dus we gaan nu weer onderweg naar huisje toe. Zo, eventjes mijn spullen pakken. En dan gaan we weer richting Spijkenisse. Het is weer druk. Het zal ook wel weer druk zijn in de tram. Dus dan gaan we zo eens eventjes... Nou, gaan we het lekker heuveltje op en af weer, Ramon. Ja, precies. We gaan het maar weer eens even proberen, hè? Ja, we gaan het weer eens eventjes... We gaan het maar weer eens even doen, hè? Ja. Even heuveltje op, heuveltje ja, af. Ja, precies. We gaan er weer voor zorgen dat we de heel top hebben en weer heel af. Hè? Nou, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Als het nat is, dan... oh shit, het heeft natuurlijk geregend. Ja, dan wordt het... Nou, dat kan lachen worden. Ja, dat wordt even... Nou, daar gaan we dan, hoor, Ramon. Ja, dan gaan we dan weer inderdaad... 1, 2, 3. Ja, deze is makkelijk. Oh, deze is wel erg hoog hoor. Hey. Jezus, dat gras is echt hoog. Wow, dat gras is fucking hoog. En een beetje fucking nat. Oh, in de bush. Oh man. En nu moet je naar beneden. Oh my god. Oh fucking god. Oh my fucking god. Hoppa, hey, hoppa. Nou, dat ging nog vrij makkelijk. Nou jongens, ik ga hem neerleggen hier vanaf... Stadion de Kuip. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als er weer eens Spijkenissen zijn. Dus dan spreek ik jullie alweer. Laters! Even kijken, anders komt er een tram, man. Doei! Zo, we zitten in die tram, hoor. Ja, we zitten in die tram, hoor. Dat is mooi. Dat is helemaal top. Hier hebben we nog de Kuipie. We zijn weer in Spijkenisse terug. Ja, ik bedank Ramonski voor de fijne middag. Ja, voor de gezellige middag. En wij gaan er weer vandoor.
We gaan even kapsalonnetje bestellen dadelijk. Laten we hem gelijk even doen. We gaan gelijk even kapsalonnetje bestellen. En dan gaan wij even lekker op je eten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Twente, jammer jongens. Jullie leggen eruit. Auf Wiedersehen. Twente degradeert. Nou jongens, de groetjes allemaal. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's All Tracks. Nog 5 abonnees. Jongens, abonneer nou eens even. Nog 5 abonnees en dan zit ik op de 300 abonnees alweer. Het gaat hard. En bij de 300 heb ik een speciale video voor jullie. Ja, dat is mooi. Dus abonneer even op It's All Tracks en dan help mij aan de 300 abonnees, jongens. Ja, hoe hoger, hoe beter. Hoe hoger, hoe beter. En houden. En als je geabonneerd bent, blijf geabonneerd natuurlijk. Hè, want er komen nog een heleboel leuke video's aan. Jongens, groetjes allemaal. En ik zou zeggen de groetjes. En bye bye. En skabadi, skabadoo, skabadabadoo. Paf.